Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is bezig om te kyk na wyse woorde vir 2019. En vandag se skrif, dink ek, is vir my so opsomming van ultimate wysheid. En ons allemaal het dit al beleef, maar ons vergeet het maar so gauw. Hoor wat sê, Kolossense 3 vanaf vers 2 af. Moet nie toelaat, laat dinge wat nie vir Jesus belangrijk is nie, vir julle te belangrijk word nie. Ek praat van tydelike, aardse dinge, waarmee jylle jylle partijmal so kan bezig hou. Bestee liever al jylle tyd aan dinge wat vir Jesus belangrijk is. Dink daaroor na, praat daaroor en doen dit. Hierdie wyse woorde van maak jy onderskeid in jou prioriteite tussen wat is werkelijk belangrijk, NB belangrijk, en wat is net, ja, dit is dringend en het moet gedoen word, maar dit is nie hoë prioriteit nie. Goeie onderskeid, wat ek al soveel keer by mense gehoor het, is langs een siekbed of by een begrafnis, afsterwe van een geliefde. Het is dan asof prioriteit toe ons so'n bietjie gryp, nee. Sê, yes, ek jaag so, ek jaag na volgende afspraak, en ek jaag so na dit, en ek jaag na dat, en hier het ek een kar, en hier het ek nieuwe kleren, en vrouwense make-up en grimering, en haare, en het is so gejaag vir tydelik. En dan, by die siekbed, of by die begrafenis, dan kom ons achter, wat is werkelijk belangrijk? Verhoudings, mense, jou eeuwige lewe, jou verhouding met God, en dan kom jy achter, dis die dinge wat tel, en hy sê op die einde, dink daaroor, praat daaroor en doen dit. En hier is wat ek dink ons moet doen. Ons moet meer vir mekaar sê, hey, jy jaag, want toe jaag jy? Praat daaroor, dink daaroor. As jy so jaag in jou kar, dink oor, hier is ek besig met die regte prioriteit. As al nou een oproep deurkom van een sterfte, van een siekte, van wat, gaan ek voel, dis een plek, ek het gekuier, ek het geluister, ek was daar, of gaan jy voel, ek het so gejaag die laatste, ek het nie by hom uitgekom nie. Kom ons dink mooi, wat is vir Jesus belangrijk? Kom ons sorg dat het ook vir ons belangrijk is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons allemaal jaag, ons allemaal wil bereik, ons allemaal wil voorkom, en ja, ons allemaal wil die grootste red in die redreis wees. En Here, help ons, dat ons al onderskei wat is vir Jesus die belangrijkste, en dan kies om het ook vir my die belangrijkste te maak. Help ons daarmee, Here, ons kan het oor en oor bid, ons kan oor en oor daaroor praat deur hierdie jaar. Kom, ons kry ons prioriteite reg. Mense, God, verhouding met U, geestelikheid, ewige lewe, dis die belangrike dinge. Help ons daarmee, dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, ons erediensten, SABC 2 om 11:00, geniet het saam met ons, of jy kan die streaming kyk, geniet het. Goed gaan, sien jou weer.